allemaal, vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En ik ben Marloes en dit is al mijn derde Smurfbook video. En als je mijn andere Smurfbook video's wil zien en die van Chantal ook, moet je even een linkje in de beschrijving klikken, want daar kun je de andere vinden. De vorige bladzijden waren we hier gebleven. En deze is al doorgedrukt, dus ik weet nog niet wat ik hier ga doen. Maar hier is al, deze bladzijde vind ik wel leuk. En hier kun je biesteken van strijkralen. Hier wat washi tape en ja, als je dit wil lezen moet je het even op pauze zetten. Want er staat dingen die me blij maken en heb ik allemaal in Engels gedaan. Dan deze bladzijde, deze vind ik heel erg leuk. Hier zo een cupcake van strijkralen, hier met stempel sweet en deze stempels kun je bij de Hema kopen. Ze zijn van Chantal. Een wolkje en hier staat in het Chinees of Japans, ik weet niet wat het is. Mijn naam, hier zo washi tape, al deze drie washi tapes komen van de Action. En nog hier zo iets wat ik had getekend. En dat tekentje is volgens mij van Hema. Dan deze bladzijde. Deze had ik door de midden geknipt. En dit is een patroontje en wat washi tape. En dit is ook washi tape. En deze door de midden geknipt. En hier zit dan nog een foto van me op. Alleen deze heb ik hier toen weggescheurd omdat die bovenste heel erg mislukt was. Dan deze bladzijde. Dit is een verjaardagskaart. En hier staat nog wanneer ik jarig ben. En deze is gewoon heel simpel. Dan deze bladzijdes. Deze horen wel bij elkaar omdat het een beetje zomerse bladzijdes zijn. Deze is een ananas, maar een beetje mislukt. Dit is een citroen sinaasappel volgens mij. En een mini meloentje. En wat stempels eromheen. Dit zijn de stempels die op dit bommetje staan. En die komen trouwens van Hema. Hier staat Summer weer met van die stempels. Hier ook van die stempels, zelfs als die. En een zonnebril die ik wel leuk vond. En zo'n krassticker. En nog een ananasje en wat washi tape. Dan deze. Hier kon je zo'n kaartje pakken bij de kruidvat. En ja, ik vond het wel leuk om het te pakken. En ik heb hem gewoon hierin geplakt. Staat hier gewoon wat make-up in. En deze vind ik op zich wel leuk. Hier heb ik een bladzijde over Enzo Knol. En hier staat dan Knol Power. En hier zat ik al de namen. En hier zat ik Enzo Knol staan en Peace teken. Dan deze bladzijde. Dit is een Oreo die met getekend is. Deze ook gewoon van internet. En zo'n krassticker die ik al heel erg mooi vind gelukt. En drie stempels. En nog wat washi tape ook van de Action. Ik heb bijna alle washi tapes van Action. Hierzo was ik naar de Action geweest en had ik een paar dingen gekocht. Ik had, dit is een verpakking van oordopjes. En dit was letters en het was love en er zat dit achterkantje bij. Dus ik dacht misschien is het wel leuk en dit was het etiket ervan. Dan deze bladzijde en deze vind ik zelf echt heel erg leuk. Want we waren naar de Starbucks geweest. En deze foto's zijn niet helemaal duidelijk. Maar deze horen ook bij elkaar. Dan hier zo'n Starbucks dingetje. En hier zo'n dingetje die om je beker zat. Die hadden we gevraagd dat we die mochten hebben. En die hadden we toen gekregen. Een kaartje. Zo'n dingetje waar suiker in zat. En nog zo'n kaartje die ik wat kleiner heb geknipt. En er staat de datum ook bij. Dan deze bladzijdes en deze vind ik echt heel erg leuk. Hier heb ik die twee andere Starbucks. Weer zo'n krassticker van de Hema. Hier een aapje. En hier zo'n hele leuke mooie diamant. Hier van Arizona. Een grote zonnebril die ik wel leuk vind. En een heel leuk meisje. En hier staat Tumblr. En hier staat nog Love. Dan deze vind ik zelf ook echt heel erg leuk. En het is een fashion pagina. En hier staat Fashion Summer. Dit zijn wel een beetje winterdingen, maar dat maakt niet uit. Hier is alweer zo'n krassticker. En hier zijn gewoon dingen uit het blaadje van H&M. Dan deze bladzijde. En deze vind ik zelf niet echt heel mooi. Want hier zo verveelde ik me echt. Toen had ik allemaal worsttippen op de achtergrond. En wel een lekkere thee. En hier zo. Lekker theezakje. En hier zo'n heel verhaal. En die is niet zo heel erg bijzonder.
Dus deze vind ik een beetje shiny. Dat ik een beetje wastape aan mij geplakt. Hierzo verveelde ik me weer. En toen had ik een Oreo pagina gemaakt. Van een Oreo verpakking. En hier is er nog zo'n Oreo logo. En hier heb ik nog donuts getekend. En deze vind ik al heel erg mooi gelukt. Dit was de video. En zo dik is mijn smashbook nu. Is echt heel erg dik. Maar dat is ook juist de bedoeling. Hopelijk vonden jullie het leuk. En tot de volgende keer. Doeg!